Daar is. Het gaat over gedachten, over venijnige gedachten, die ineens zo plat binnenkomen en die een hele scherpe energie met zich meevoeren. Okay. En hoe onderzoek ik dat? Ik heb daar gewoon last van. Hè? En ik wil er ook vanaf. Hè? Dus dat is een menselijk iets. Ja, zeker. Je kunt alleen maar op het moment dat dat komt, dus een beeld of een gedachte en die energie, op het moment zelf zo beschikbaar mogelijk zijn. That's it. Voor dat verneinigje... En dan kun je zien dat er, want je zegt al van ik wil er af, dus als het er is, kan er een weerstand tegen zijn of er iets mee willen. Ja. Nou, de uitnodiging, zo zou je het op kunnen vatten, is om nog gewoon een beetje ruimer te worden. Ook voor dat soort... Ja. Ja. Kijk, en Doris, verder. Verder, we zijn ook dieren, zou ik maar zeggen, en die worden soms geraakt. Dat is oké. Als ik daar niet meer van maak dan het is, dus dan kan een angst komen dat er iets met mijn kleinkind gebeurt of whatever. Nou, dan kan ik daar dan open voor zijn en dat gewoon helemaal toelaten zonder het af te keuren. Dus ook niet te zeggen van dit mag er niet zijn of ik zou zo niet moeten denken of voelen. Het is wat het is op dat moment. Oké. Ja. Dus daar zit spanning op van er zou iets mee kunnen gebeuren. Nou. Ja. En er is een bepaalde setting die jij als niet zo gunstig voor... Maar dat is eigenlijk het enige waar ik mee gepakt kan worden. Ja, oké. Nou, dan weten we waar onze zwakke plek zit. Nog opener worden. Ja. En het niet afkeuren, dat is heel belangrijk. Ja, soms springt de geest op in, hè, en dan wordt er een drama van gemaakt. Maar dat heb ik al heel vlug in de gaten, zo van, hey, stop. Ja, goed. Dat is dan weer dat het ene gedeelte van de geest, de andere gedeelte weer gerust wil. Ja, oké. Gerust wil stellen. Of herroept in ieder geval. Ja. En dus als je merkt dat je doorschiet, als het ware, en je kunt dan zeggen, oh, stop. Dat is op zich prima. Ja. Maar die eerste puls, ja, die kan gewoon komen. Dat heeft iedereen wel eens. Er komt een schrikreactie of een beeld binnen of een associatie. Oké. Ja, maar soms vraag ik me af zo van waar komen dit soort beelden vandaan? Hè? Want die komen uit... Totality. Ja. Daarom zeg ik ook, nogmaals, niet afkeuren, want anders gaan we weer doen alsof ik dat beeld maak. Ja. Nee, dat komt. Ja. En er komen allerlei beelden of gedachten voorbij en sommige die steken. Ja. En andere niet. Ja. Maar waarschijnlijk is het onvermijdelijk dat het leven pijn meebrengt. Ja, dat hoort erbij, hè. En alles wat je hebt, of wat je denkt te hebben, kun je ook kwijtraken. Je portemonnee bijvoorbeeld. Ja, voor alles hij in de buurt is. Ja, pas op, hè. Kijk, het is er niet al een beetje. Hoe ga jij daarmee om, Hans? Het nemen zoals het is. Dus ik doe niks. Dus als je weet dat leven in het relatieve... vreugde en pijn brengt, nou dan is dat zo. Dus ja, ik vind daar niet zoveel van eigenlijk. Eigenlijk, als je het heel lelijk zou willen zeggen, zou je kunnen stellen dat leven sowieso pijn is. Dus, ik vind het altijd heel grappig. Aan de ene kant hangen mensen heel erg aan leven. Tegelijkertijd, ik hoor de meesten heel veel klagen over dingen en lijden aan, zie ik ze lijden aan dingen. Dus ik zou zeggen, als je het sommetje maakt van een gemiddeld leven, is er meer ellende dan lol. Nou, dan kan het hechten aan leven al wegvallen en het gewoon nemen zoals het is. Ja, en niet zo verbaasd zijn als dingen zeer doen. Tegelijkertijd, als iets je zeer doet, dan weet je dat je iets vastgehad hebt. En dan dacht je dat het iets anders moest, of dat het anders moest gaan. Dus heel veel van die pijn, en dan niet gewoon pijn, maar lijden, is
de hele tijd het idee, het zou anders moeten zijn. Ja, dat is het niet. Dus pijn op zich, van even, of fysieke pijn of zo, is niet zo'n probleem. Maar wij maken er een hele toestand van. Is dat een soort antwoord? Ja, ja, ja. Ja. Ja, het is, als je erin zit. Ja, wat dan? Ja, dan zit je erin. Ja, en als je erin zit, heb je een mogelijkheid. Ik zeg wel eens, een spirituele krijger ziet alles als een mogelijkheid of als een kans. Als je denkt dat je ergens in zit, onderzoek dan eens hoe je dat in elkaar zet. Wat voor ideetjes zijn daarbij betrokken? Bijvoorbeeld het idee, het zou anders moeten zijn dan het is. Die is er altijd bij betrokken. Een ander idee wat er vaak bij betrokken is, is dat jij denkt dat je weet wat goed is. Maar dat weet je niet. Want je weet nooit, ook niet als je been er ineens afvalt of als iemand dood neervalt, weet je wel, dan weet je niet wat alle gevolgen daarvan zijn. Je weet ook niet, dat in het voorbeeld van iemand valt dood neer, wat er allemaal gebeurd zou zijn als de etterbak zou blijven leven. Dus dat er een soort emotionele respons komt van, oh, dit vind ik verdrietig, is heel begrijpelijk. Maar als je er goed naar gaat kijken, je weet eigenlijk niet waar je emotionele oordeel eigenlijk op gebaseerd is. Behalve op vasthouden, ik wil het houden zoals het was. Als je dat soort, dit soort dingetjes, en zo zijn er nog meer, doorhebt, wordt het heel moeilijk om te lijden. Dus degene die graag lijden, moeten zeer zeker niet naar bevrijding streven. Want dat wordt dan een probleem. Dat is toch nog een probleem, wil ik maar zeggen. Dan kun je nog steeds wel dingen wat meer of minder leuk vinden, maar bottom line is, ik weet niet wat goed is. En ik weet niet een alternatieve, ja, whatever. Wat als, hadden we maar, was het maar zus gegaan. Ik heb juist het idee dat je het denken daarvoor kunt inzetten, om een deel van die alternatieven te gaan gebruiken. Als die, dat hoofd nou zo bezig blijft en bezig blijft, en je gaat denken, wat had er anders kunnen gebeuren? Of, er zijn twee ervaringen en er zit een omdat tussen. Nou, gaan we eens andere bedenken. Ja, zeker. En dan zie je van, het spreekt elkaar tegen. Ja. Meer en meer en meer. Want dat denken zichzelf helemaal, je voelt het gewoon vastlopen. Yes. Ja, dat is een creatief gebruik ervan, zeker. Maar, of niet maar, want dat zou dat weer spreken, maar en, het gewoon doorzien dat het altijd een verhaaltje is. Als dat, ja, dus niet als opvatting, maar als je het werkelijk doorziet, dat er iets in elkaar gezet wordt, exact op dat moment stort het in. Het is altijd een verhaaltje. Maar dat is achteraf, als je dan nodig hebt om dat te zien, om dat proces, ja, prima, dan doe maar. Denken dan heel, yes, erg aan te zwemmen. Ja, een van de dingetjes is inderdaad, als iemand ergens over zit te jammeren, dat riep ik een keer ook tegen iemand, van oké, okay, zou je je kunnen voorstellen dat iemand in exact dezelfde omstandigheden blij zou zijn? Nou, de ander moest zeggen ja. Want aangezien, hè, we hadden het al eerder over subjectief, een ander kan dingen anders beleven. Nou, het kan dan voelen even alsof de hele wereld gevuld is met jouw smart. Maar op het moment dat je toelaat het idee van iemand anders zou in deze setting wel eens heel blij kunnen zijn, dan is het al moeilijk overeind te houden. Of als je als iemand helemaal zich identificeert met een stuk lijden en je zegt van, ja, maar je kunt nog wel lopen. En je kunt kijken en er wordt niet op je geschoten. En als je zo aan zo'n knop draait, dan komt er zo stromend water uit. Je kunt nog drinken ook. Weet je wel, je kunt naar de winkel en je kunt dingen kopen, alles wat je wil. Je kunt iedere dag eten wat je wil. Wat was het probleem ook weer? Want dat is het geestige. Wij laten ons zo inpakken alsof dat dingetje waar je dan aan leidt, het enige is in het universum. Dat is gewoon niet waar. Het is even iets, ja, dat valt even tegen, ja, ja. Valt allemaal reuze mee eigenlijk.
Toch? We zitten hier allemaal wel doorvoed. Zo een beetje onze vrije tijd zo aan wat spiritueel gebazel te besteden. Ja? Dat kun je allemaal maar zo. In plaats van te werken. Eén voordeel wel, dan hoef ik ook niet te werken. Ik hoef alleen maar een beetje te bazelen. Dat is ook het enige wat ik kan. Ook dat nog, ja.